Goedenavond. Hallo. Kan jij mij goed verstaan? Ja. Wij komen samen van de voorstelling Lies van Ontroerend Goed. We hebben daar een spel gespeeld. Vertel mij eens eerst, hoe ging dat spel eraan toe? Dat was een beetje casino-achtig spel. Veel gokken eigenlijk. Die investeringen, daar ging het eigenlijk op. En het bouwde zich heel geleidelijk aan op. Maar je voelde wel die spanning zich opbouwen. Je moest altijd chips inleggen. Mm-hmm. En afhankelijk van hoe je met de dobbelsteen gooide, kon je geld terugwinnen. Ja. Vond je het een aangenaam spel om te spelen? Nee. Waarom niet? Veel te zenuwslopend. Ik was vertrokken met 20 euro, enfin 20 miljoen, hè, met 20 euro en geëindigd met 23. Mijn buurman was vertrokken met 5 euro en geëindigd op 173. En ik heb de hele tijd hem bezig gezien en die heeft de hele tijd enorme risico's genomen. Geleend, risico's genomen. En dat is blijkbaar de manier van doen. En ik vrees dat dat in de realiteit ook zo is. Kon jij de spelregels nog goed volgen? Ik kon wel goed volgen. Ik heb wel gemerkt een collega van mij die aan dezelfde tafel zat dat voor haar moeilijker ging. Want de regels werden complexer en complexer. Ja, inderdaad. Maar er was geen punt dat je dacht van, wat doen ze hier nu? Op een gegeven moment heb ik wel gezegd, nu snap ik het niet meer. En weet je nog wat wel? Ben ik er aan het denken. Wanneer was dat? Dat was op een gegeven moment met obligaties van andere banken. Zoals. Het ging toen ook sneller en sneller en je moest er echt wel je hoofd bij houden. De muziek versnelde ja, ook, hè? Ik vond dat wel vrij goed dat erin zat. Dus zo, je voelde zo van, oei, oei. Ja, dat je dommere beslissingen ging nemen op duur. Daardoor nog opgejaarder waard. Heeft dit spel jou iets geleerd over de financiële sector? Door er zelf in te zitten, van binnenuit, dat te voelen is denk ik de grote meerwaarde van dit toneelstuk. Wat vond je bijzonder aan deze voorstelling? Goh, het spannende eigenlijk. Zo het gevoel dat dat echt wel, ja, dat je eigenlijk ook echt wel dat geld kon kwijt zijn. Waren er ook dingen die je minder goed vond aan de voorstelling? Het taalverschil, het rekenen in Engels en dan uiteindelijk Nederlands. Allee, je moet het gaan omrekenen, dat was toch wel moeilijker. Vind je het belangrijk dat een voorstelling als deze gemaakt wordt? Ja, toch wel. Waarom? Gewoon cultuur op zich. Ik vind zo'n prachtig leidtheater hier. Een voorstelling van alle soorten. Niet enkel naar voorstelling kijken, maar ook echt interactief deelnemen. Ik wist zelfs niet dat zoiets mogelijk was. Dus voor mij was het echt wel een keer een ervaring rijker. Dus ja, ik kan dat alleen maar toejuichen. Welk gevoel neem je mee naar huis na deze voorstelling? Ik heb een zeer mooie voorstelling gezien. Ik heb van binnenuit geleerd hoe de beurzen en de financiële markten werken. En dat wakkert mijn bezorgdheid alleen maar aan. Dus het is een toneelstuk dat met zijn voeten in de realiteit staat. En waarschijnlijk is de economie na de klimaatopwarming de grootste bedreiging voor de menselijke soort. Dus meer van dat zou ik zeggen. Ik dank u voor een mooie biecht. Graag gedaan, verder.